Hier zie je zo'n zo'n voorbeeld. Een Parthenon weer. Gebouwd circa 700 voor Christus. Typisch Dorisch. Kijk maar naar de kapitelen die je daar ziet. Hè. Hele saaie, simpele kapitelen. Bovendien hebben ze ook geen basis. En daarvoor verwijs ik je dan weer met alle liefde terug naar die schematische tekening. Dus dit is echt een typische Dorische tempel. De Dorische stijl die kennen we zo'n beetje van 800 voor Christus tot ongeveer 500 voor Christus. Die tweede stijl, hier zie je daar ook een voorbeeld van. Het Erechtum, gebouwd voor de godin Nike. Als je goed kijkt, zie je hier die kapitelen met voluten, hè, met die draaien erin. Hier zie je, kijk, hier zie je wel zo'n basis. En dat is dus echt typisch Ionisch. Daarnaast zie je ook nog deze zuilen. Dat zijn de Kariatiden, hier zie je het. Daar ga ik nog wel terugkomen. Dit is dus wel weer uitzonderlijke vorm van een zuil. Echt gewoon beeldhouwwerken. Heel mooi. En de laatste stijl zie je hier in ieder geval wat er nog van over is. Dat is namelijk de Corinthische stijl. Ik had het net bij Ionis nog niet gezegd, maar dat is 500 tot zo'n beetje 250 voor Christus. En dit is zo'n beetje 250 voor Christus tot 50 na Christus. Dat is de Corinthische stijl. En dat kan je vooral zien aan die kapitelen hier met die acanthusbladeren. En hier zie je de acanthus. Architect die dat bedacht heeft, die zou geïnspireerd zijn geraakt door een acanthus die door een mandje heen groeide, die bovenop het graf van zijn gestorven kind stond. Maar dat terzijde. Kennen we van de Grieken dan alleen tempels? Nee, maar het enige andere wat we kennen, dat zijn de theaters. En de theaters zouden naar verluid zijn ontstaan uit de secte die vooral Bacchus eerde. En die secte die beheerste de kunst van het oreren, de retorica. En dan gebeurt het vaak dat er één iemand aan het spreken was en dan zat iedereen op een heuveltje er omheen om te luisteren naar wat hij te zeggen had. En als hij dan tegen een heuvel sprak, dan kon iedereen het goed verstaan omdat dat geluid dan draagt. Nou, waarom vertel ik dat? Nou, dat is de basis geweest voor de vorm van de van het theater. Ze bouwden theaters altijd tegen de heuvel op. Omdat ze achterkwamen dat die akoestiek soms heel goed werkte. En dan kon je, terwijl je rustig beneden stond te praten, konden mensen je helemaal bovenaan horen. De beroemdste theater is het Epidaurus. En die wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt voor met name popconcerten. De akoestiek daarbinnen is zo ongelooflijk goed, dat als je bovenaan staat, dan kan je iemand horen fluisteren die beneden hier in het Orgestraat staat. En om even aan te geven, deze afstand is 27 meter. En als je een vergelijking zoekt, dat is ongeveer drie huizen op elkaar. Drie gewone huizen op elkaar gestapeld. Dus dat is een gigantische afstand. Dus het is bijzonder dat die akoestiek zo goed is, dat als je hier iemand staat te fluisteren, dat je dan daar iemand kan horen. En dat is wel heel knap dat ze dat konden doen. De Orgestraat, hier die plek, dat is waar werd gedanst. En daar stonden ook muzikanten. Het drama dat opgevoerd werd, of de komedie die opgevoerd werd, dat gebeurde op de Skene. En dan hier zaten dan alle mensen. De Skene had een decor, zoals je hier kan zien. En dat was een vast decor. Dat was vaak een heel gebouw. Dat ze dan vervolgens gebruikten. En hier zie je hem nog een keer van boven. Gigantisch groot theater. Hier zie je nog een duidelijk voorbeeld van. Dit is eigenlijk, ik speel eigenlijk een beetje vals, want dit is een Romeins theater. Het verschil ga ik nog wel uitleggen. Maar hier zie je wel wat ik bedoel met een vast decor. Dus je ziet hier een heel gebouw. En dat was het decor van
het drama of de komedie. En dan hadden ze wel losse decorstukken die ze dan konden draaien, zodat bijvoorbeeld van een gebouw naar een bos kon gaan en dat soort dingen. Hier zie je daar een voorbeeld van. En dat was les 1.